De afgelopen jaren zijn rondom Amsterdam en Almere de rijkswegen A1, A10 en A6 verbreed. Rijkswaterstaat deed dit om het aantal files te verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid in de omgeving te vergroten. Nu is het de beurt aan de A9 tussen het knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht. Deze weg wordt uitgebreid van 3 naar 4 rijstroken. In deze animatie laten we zien hoe de nieuwe A9 eruit komt te zien. Maar ook welke maatregelen Rijkswaterstaat neemt om de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast laten we ook de planning van de werkzaamheden zien. Bij het Amsterdamse Bos wordt de Schipholbrug aan zowel de zuid- als noordzijde verbreed. Ook krijgt de brug 2 nieuwe beweegbare brugkleppen. Met 200.000 bomen is het Amsterdamse Bos het grootste stadsbos van Europa. De verbreding van de A9 wordt daarom ook met zorg ingepast in het bos. Voor iedere boom die verdwijnt, plaatsen we binnen of buiten het bos een boom terug. Om ruimte te maken voor de nieuwe weg, worden de tankstations ter hoogte van het Amsterdamse Bos verplaatst. Ook de 3 viaducten bij het bos worden vervangen voor bredere viaducten. Bij Amstelveen wordt de A9 tussen het Amsterdamse Bos en het Bovenlandpad volledig verdiept aangelegd. Ter hoogte van het oude dorp, het stadshart en het Bovenlandpad komen overkappingen. Op de overkapping bij het oude dorp legt Rijkswaterstaat de Amsterdamse weg, het kazernepad en de baan voor de elektrische museumtram aan. De gemeente Amstelveen zal op de overkapping een park aanleggen met fiets- en wandelpaden om Noord- en Zuid-Amstelveen met elkaar te verbinden. Bij het stadshart komt op de overkapping een verkeersplein waar de toe- en afritten van de A9 aansluiten op de Keizer Karelweg, de burgemeester Reinderslaan en de Meander. Over het verkeersplein komt een bomenbrug, speciaal voor fietsers en voetgangers. Het Bovenlandpad, nu een tunnel, wordt straks een viaduct voor voetgangers en fietsers. Het viaduct over de Beneluxbaan, waaronder ook de vernieuwde Amstelveenlijn rijdt, wordt verbreed. Dit geldt ook voor het viaduct over de Burgemeester Boersweg. Vanaf de Amstel richting knooppunt Holendrecht wordt de A9 aan de zuidkant uitgebreid, doordat de afstand tussen de A9 met de geluidsschermen en de woonwijk Tuindorp hetzelfde blijft. De viaducten over de Amstel, Bullewijk en het tussenliggende viaduct over de Polderweg zullen in zuidelijke richting worden vervangen en verbreed. Ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel begint een nieuwe wisselbaan, die via de A9 Gasperdammerweg en de A1 tot aan de A6 bij Almere loopt. Deze wisselbaan kun je, komend vanuit het westen, verlaten bij Hilversum, Lelystad en Almere. Komend vanuit het oosten kun je de wisselbaan verlaten bij Amsterdam en Amstelveen. Ook de viaducten over de toegangswegen naar de Holendrechter Polder worden vernieuwd en verbreed. Bij knooppunt Holendrecht sluit de verbrede A9 aan op de A2 en de A9 richting Diemen. Voor de wisselbaan komt hier een nieuwe onderdoorgang. Om geluidsoverlast in de omgeving van de A9 te beperken, maakt Rijkswaterstaat bij het aanleggen van de weg gebruik van superstil asfalt. Daarnaast worden er over een lengte van in totaal 14 kilometer nieuwe geluidsschermen geplaatst aan weerszijden van de weg en in de middenberm. De nieuwe geluidsschermen,
de verdiepte ligging en de overkappingen beperken niet alleen de geluidsoverlast, ze helpen ook mee aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.